Hey, welkom bij de Opencash. Ik ben Chris. Ik ben Bernie. En vandaag gaan we eens even kijken naar een portfolio-updateje. Want wij hebben een portfolio samengesteld. En daarmee zeiden wij van, nou, dan gaan we laten zien wat we kopen, hoe we dat kopen en hoe we dat gaan doen. En dan gaan we proberen van $1000 meer te maken. Maar we zijn begonnen met deze portfolio. En dat steken we ook niet onder stoelen of banken. In een periode die niet zo heel goed was. Daardoor hebben we dus eerst een stukje daling meegemaakt. Maar ook dat is eigenlijk wel mooi dat we dat hebben gedaan. Want zo kunnen we ook weer laten zien hoe je daarop inspeelt. Ja. We hadden dus een gedeelte in Tether laten staan. Ja. Zijn de gemoederen over verdeeld over Tether? Zijn we zelf ook niet heel fan van. Maar goed, dat is nu de optie die we gebruikt hebben. En ja, wij hebben dus wat Bitcoin bijgekocht laat. Ja. En wanneer hebben wij dat gedaan? De 23e ongeveer. Ja, nou dat kwam neer, als ik in de grafiek kijk, gaat het omhoog. Dat kwam neer ergens net bij de stijging. Bij de lage gedeelte. Ja. Nou ja, maar je ziet ook gewoon, wij zijn op een verkeerd moment ingestapt. En achteraf is dat... Maar dat is voor een filmpje eigenlijk prima, want ja, dat gebeurt heel veel mensen. Dat dit is echt, een real life case gewoon. Dit is wat mensen, hoe het gaat normaal. Ja, wat mensen meemaken. Dit is eigenlijk beter. Je bent ingestapt. Het daalt. Raak niet in paniek. Er is niks aan de hand. Want wij gaan laten zien hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Het bovenste gedeelte eigenlijk wat je ziet. De bovenste coins. Daar hebben we eigenlijk overal nog verlies op. Omdat we daar gewoon te vroeg op zijn ingestapt. Alleen Kin heeft uit het rijtje wat winst gemaakt. De Bitcoin die we op een later moment tegen een lagere prijs hebben gekocht. Daar hebben we al wel 18% rendement op gemaakt. Ja. Dus dat maakt een beetje van die schade goed. Het laagste niveau van ons portfolio bedroeg $700. En we zitten nu aan de 910. Dus ja, we zijn al bijna weer... Dus met het gedeelte waar wij mee bijgekocht hebben, hebben we een gedeelte schade goed gemaakt. Ja. En daardoor zitten we nu bijna weer op ons startbedrag, terwijl we nog wel op verlies staan. Ja. Ons startbedrag was $1000. Nou, daar zitten we nu alweer... daar gaan we nu alweer naartoe. Terwijl we nog wel op verlies staan. Dus we hebben gewoon ergens iets goed gemaakt. Ja. We gaan dit ook gewoon verder doorzetten. En het is ook gewoon belangrijk om, als jij een actie hebt genomen en je bent ergens ingestapt en het zakt bijvoorbeeld verder weg, dan moet je daar naar gaan kijken. En dan kijk je terug bijvoorbeeld, was het een juiste actie? Was het een juiste actie? Wat ga ik er nu mee doen? En daar moet je op anticiperen. En dat is eigenlijk ook de hele reden dat wij dit filmpje maken. Want ik kan wel een portfolio laten zien van $1000 en dan laat ik hem over een half jaar zien. Ja jongens, hij is $10.000 geworden. Ja, daar hebben jullie helemaal niets aan. Dus voor voorlopig plaatsen we nog geen nieuwe actie. We gaan nog niet iets ver of aankopen. Nee, dit is meer een filmpje om te evalueren hoe we er op dit moment bij staan. En we hebben met onze vorige actie gewoon licht de schade goed gemaakt. De schade beperken. Ja. Kijk, dat moet je ook gewoon doen. En long term houdt dat in. Meer verdienen. Meer winst. Uiteraard. Zeker weten. Kom maar krachtig. Ja, de crypto of de portfolio update. Vond je het een leuk filmpje? Onderaan staan alle linkjes naar ons Discord kanaal. Onze livestreampje die we elke week hebben. Vond je het leuk? Abonneer dan op ons kanaal. Druk even op duimpje, wordt gewaardeerd. En het belletje, dan blijf je op de hoogte als we weer een nieuw filmpje posten. Daar lag al tegenaan, haar klonk niet lekker. Wacht. Okay. Ja. Ja, die was beter. Zorg als je de livestream joint. En heel belangrijk. Van de week hebben wij een filmpje geplaatst. Ja. In verband met, daar is die weer, de cap. Ik weet niet of je de foto nog even laat zien, omdat door ons greenscreen is het een beetje een vertekend iets. Het is een hele mooie cap. Iets, maar het is een hele mooie cap met onze logo erop. Wil je die nou winnen? Reageer dan op het filmpje dat wij zondag geplaatst hebben. Onderaan het filmpje moet je een reactie achterlaten. En zorg dat je aanwezig bent bij onze volgende livestream. Uit de mensen die gereageerd hebben op dat filmpje van zondag, gaan wij in de livestream van aankomende zaterdag een winnaar pikken. Ja. Zo simpel is het. Graag tot morgen. Laters. Laters.